Maar eerst naar de vraag voor wie uh, hotels zijn, namelijk voor toeristen of asielzoekers. Ja, ondernemers in delen van Nederland die zitten met de opvang van asielzoekers in hotels in hun maag. Doordat het COA steeds vaker complete hotels afhuurt voor opvang, komt hun verdienmodel in gevaar. En dat schrijft De Telegraaf vandaag op de voorpagina Handel stokt bij asielhotels. Vooral in kleine plaatsen is de opvang van vluchtelingen merkbaar. Zo komen er minder toeristen in de buurtsupers, souvenirwinkeltjes en restaurants. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen die vindt het van groot belang dat de gemeente en het Coa ook met de ondernemers in gesprek gaat. En de gemeente Apeldoorn die maakt zich hard voor hotelopvang van maximaal een jaar. Kan je je iets bij voorstellen, Mariet, dat dat dus ook deze gevolgen wel heeft? Ja. Maar ik vind ook dat we er een oplossing voor moeten gaan verzinnen. En elke keer is het een soort van kortstondige oplossing. Ja, is een nood, noodoplossing, Ja. Dit. En, en het is wel een onderwerp wat ons met z'n allen bezighoudt. Mm -hmm. uh, maar er eigenlijk ook niet echt op wordt doorgepakt. Ja. Dus ik, en ik kan me voorstellen als ondernemer uh, dat je je zorgen maakt en dat je als omgeving zorgen maakt. Maar ik denk ook dat we het met elkaar moeten oplossen. Ja, en dat opeens. En dat we natuurlijk niet willen dat mensen in Ter Apel buiten slapen. Nee, alsjeblieft, laten we dat. Dat nooit meer uh, doen. Ja. Maar we moeten. Daarom is het zo, eigenlijk zo jammer dat het ook. Dit is zo'n dossier wat elke keer vooruitgeschoven wordt. Ja. Uh, en we moeten gewoon een oplossing hebben. Ja, en niet alleen in Nederland speelt het hele, dit hele vraagstuk. In Italië misschien nog wel meer, zou ik haast uh, zeggen. Daar komen ze vaak aan, hè? Ja. ja. En uh, hoe, hoe, hoe zit dat daar eigenlijk? Hebben ze daar ook dit soort regelingen met hotels? Of? Nou, nee, want er vaak gebeurt is het een soort tijdelijke opvangkampen. Uh, je ziet bijvoorbeeld het eiland Lampedusa... wat ongeveer het meest zuidelijke puntje van Europa is. Daar komen ze vaak aan. En nou, dat is natuurlijk... Nou, ja, dit is voor honderden keer gebeurd inmiddels... dat dat is overspoeld door... Ja, en overspoeld vind ik altijd een vreselijke term... Want dat het gaat nog altijd over, over vluchtelingen die dit ook niet zomaar willen. Maar als je in een heel klein eiland bent, mm. uh, vergeleken met een klein dorp in Nederland, en dan, dan kun je het op een gegeven moment ook niet meer aan. En dan barst het weer uit zijn voegen. Dat is niet leuk voor de asielzoekers, niet leuk voor de bewoners. Dus het is echt iedereen verliest dan. Dus het staat er al, in Italië ook al heel lang hoog op de agenda. Maar het blijkt heel lastig op te lossen. Dus al zet je de meest rechtse regering neer, is geen garantie voor het feit dat het morgen is opgelost. Want het nee. is moeilijk. Kijk. Goed, dan iets uh, heel anders dan je, Maar het is. Ook...